Vicepresident Ronnie Brunswijk verduidelijkte gisteren tegenover journalisten dat enkele bewoners van Brokopondo in aanmerking zullen komen voor een stuk grond in het dorp Victoria. Het gaat om stukken landbouwgrond en niet om bouwkavels zoals er in de wandelgangen gezegd wordt, verduidelijkt Brunswijk. De vicepresident verzekert dat de grondrechten van de bewoners in het gebied gewaarborgd zullen blijven. Iedereen mag een stuk grond ook, dat is doorzet. Maar ik heb begrepen dat het gaat om Victoria toch, voor om landbouw te doen. Dus dat is de afspraak dat zo'n stuk grond van Victoria beschikbaar gaat stellen voor die mensen van daar zelf. Dus grondrechten komen niet in gevaar. Het zijn eigen mensen die daar gaat bezig zijn. Brunswijk zegt verder dat de regering openstaat voor commentaar. Als bewoners moeite hebben met de zaak, mogen zij bezwaar aantekenen. De bedoeling is volgens de vicepresident dat er naar tevredenheid van de samenleving in het gebied wordt gewerkt.